Maar ze zei, ik ga heel lang in de tijd terug. Ik zeg, nee, dit gaat mijn volgende. Toen ik zat 30 jaar geleden in het kabinet, dat is al 3 als milieuminister van buiten komt en ik ga 3. Nou, opponent. Maar het is serieus. Dat weet jullie ook niet meer, maar het was wel zo toen. Peter Langhorst, ja. En Wilke Willems. Linkse handen ze niet in Nederland. Ik weet nog, maar daar hou ik op en het serieus van. Ik weet net in het kabinet zat en er komt een vraag in de Tweede Kamer. Ik moest iets met Kiribati. En ik denk, wie is dat? En er ging vraag over Kiribati, dus dit moet dat. En ik blijf gelukkig niet verkeerd antwoorden. Ik had het over iemand die het ging over het Engeland in de Stille Zuidzee. Ik wist niks. Maar dat zijn van die gelukjes die je nodig hebt. Daar ga ik niet over hebben vandaag. Wel over het onderwerp, want ik heb tot 3 jaar geleden al in het wetenschap graag gegevensbeleid. En we hebben onderzoek gedaan op het vertrouwen in burgers. Dat is, we zijn overal nergens geweest, volgens de wereldwijde door alle plaatsen. Wat kunnen, wat willen burgers en waarom dan niet, zeg maar. En dan in relatie met die overheid. Altijd een pikvolvereniging weer oprichten, dat is prima. En ik wel weet dat niemand bezwaar tegen behalve gevraagd om subsidie voor de betere taaltje. Maar de rest. Nou, het bleek steeds weer dat waar je ook komt, dat burgers vreselijk veel willen en vreselijk veel kunnen, dat bereidheid voor vrijwillig inzet voor iets maatschappelijks. Maar er zijn 3 randvoorwaarden. En dat is wel mal. Die randvoorwaarden vind ik vreselijk obligaat en duidelijk, maar het lijkt wel grote moeite. De eerste randvoorwaarde is de ene burger is de andere. Dus je moet toespitsen op de behoeften en kwaliteiten van burgers. Wat willen ze, wat kunnen ze? En als je het niet doet, dan krijg je bijvoorbeeld met burgerbetrokkenheid en leggen mij een vraag voor, dat was mijn oude ministerie. Dat ging over de spreken over Randstad 2040. En er zitten echt Friesen zitten daar die kleine dorpen Jot op Randstad 2040, mogen wij over inspreken. Dat moet wel passen bij wat de mensen behoefte aan hebben en wat ze kunnen. Als je ze vraagt voor de te makkelijk is, is het niks. Als je vraagt voor de te moeilijk is, het ook niks. Dat is reuze lastig, want die overheid heeft de neiging om iedereen dezelfde vraag voor te leggen. Dat is gelijkheid, dan kan je allemaal gelijk meepraten en dergelijke. En dat werkt. Dat is het. Klinkt logisch, maar erg moeilijk. Het tweede is, de ene groep is ook de andere niet. Sommige groepen die hebben een hele andere samenstelling. We hebben in Nederland, bij vrijwilligers gebeurt het constant, zijn allemaal onderzoeken gedaan door wetenschappers en die zijn altijd gericht op de trekkers in groepen. Dus dat zijn best persons, everyday rainmakers en hele proefschriften hebben we volgens zich ook in Nederland. En het malle is, en die geven ook allemaal prijzen, ik was ooit een buurtburgemeester, die bestaan niet, maar je kent ze ook. Dus 15 dienstjaren heeft gemaakt als opperhoofd van de buurt, waar niemand tussen komt. Ik heb laatst nog van een nieuwe wijkmanager gesproken, die zei, hij is wel lastig, hij doet goede dingen, maar hij laat er niemand tussen. Nou, die ben ik thuis geweest, die had een 5 kleine kamer, toen heb ik ooit een gek lopen zo'n bekertje gewonnen. Het was een wisselbeker, het jaar daarna was ik hem kwijt. Die man had zulke bekers staan, echt ongelooflijk. En alles wat ooit in het kabinet gezeten had, de wethouder was geweest, die stad op een foto met hem. Hij in het midden zijn erop. Met een beetje op zijn banket. Dat is niet fout op zich hoor. Want je moet het vrijwilligers een beetje vieren. We hebben allemaal het echt wel leuk om een medaille te krijgen of eens een keer een lintje. Of zo'n foto in de krant. Dan hoop je dat die vrouw niet uitknipt. Hetzelfde niet uitknipt als niet toch maar een zaak. Dat hebben we allemaal. Maar het grappige is, die heb je praktisch overal. Bijna elke gemeenschap in Nederland zijn die trekkers aanwezig. Bijna altijd. Maar wat er niet altijd aanwezig is, zijn de verbindingen. De mensen die de verbinding kunnen maken met een gemeente, met een wooncorporatie, met een school. Als je met een grote ROC verbinding moet maken, dat is geen kleinigheid, je verdwaalt met binnenkomen. Je hebt zo'n hal waar je, ik heb het meegemaakt in Rotterdam, daar kom je zo'n hal binnen, waar je automatisch gaat fluisteren op het moment dat je binnenkomt. Er zit een juffrouw achter de baan, die praten met elkaar. En dan denk je, wat doe ik hier? Je excuseert je al voor jou bezig. Dus als die verbinders er niet zijn, heb je een probleem. In kleine dorpen, sommige dorpen hebben de samenstelling van zo'n gemeenschap, die kan niet iedereen bereiken. Dus als je in een klein dorp in Friesland komt, dan kom je bijvoorbeeld vaak, dat is een wereldstad van 250 inwoners, die geloven niet dat ze het provinciehuis kunnen bereiken. Het provinciehuis denken dat ze heel toegankelijk zijn. Maar zij geloven niet. En als je het niet gelooft, doe je het niet. Maar dan heb je precies hetzelfde als je een of andere volksbuurt komt, een gewone buurt, ergens in Rotterdam of waar dan ook. Ik geloof het ook niet. En dan ga je, als je het niet gelooft, ga je naar binnen keren en dan ga je over we tegen ze praten. Dan is alles wat groot is, is ze, dat is de overheid, dat zijn de wooncorporaties, de zorginstellingen, de scholen, allemaal groot
En dat is ze. En we, en ze begrijpen ons. Maar wij kunnen wel. En als je dat doet, dan ga je dus voor een keiharde kern. Marius vertelde net, hij vond erover dat ADO is toegetreden. ADO Den Haag is toegetreden tot jullie organisatie. ADO Den Haag. Dat was een van onze casusgevallen. Want dat was de hardste kern van Nederland. Het voetbal. De hardste kern. En die zijn op een of andere manier zacht geworden. Omdat best knap van de gemeente, best knap van de voetbalclub, vooral van de mensen, omdat ze verbindingsofficieren zijn gaan aanstellen. De oude supportersvoorzitter, dat is iemand die ken ik ook, de partner van mijn secretaresse bij de BVR, die kon op zijn 15e in één beweging een stoeltje losgeven op het stadion. Waar hij en de coach die heeft gezien, ik zeg een paar je biedt met dit windmakken, zegt de burgemeester. Dat moet je de winning doen, dan word je tweede uitgenodigd. Ze hebben het verrot geschonden. Toen is de coach teruggeschonden. Toen is de coach met zijn eigen handgegevens en zoek van oplossen. Toen is de coach in dienst getreden met de welzijnsorganisatie. En is nou supporterscoördinator. Ze hebben nou een prijs gewonnen voor het beste maatschappelijk ziekenhuis. Ze hebben de prijs voor anti-homo-discriminatie. En ze hebben de prijs voor jodendiscriminatie. Anti-jodendiscriminatie. Voor achterlijkheid. Dat is ADO. En dat is dus op een of andere manier hebben ze de verbinding hersteld. Dat kan nog altijd misgaan, elke keer weer. Dus de verbinding is, en dan worden ze zelfs lid van jullie. Bouwen van een pleintje voor het schooltje en dan wilden ze het school uitbreiden.
En hadden ze heipalen lagen er al naast. Ik heb bijvoorbeeld mensen op de tegels waar ik eruit heb, ze allemaal terug kunnen leggen. De wethouder heeft heipalen meegekregen, richting de achtertuin, denk ik. Want zij kreeg ik. En ik vroeg een vrouw, na 10 jaar zeg, wat zou ik de ene Sinterklaaswens? Ze zegt, pas ik op dit moment op. Je mag 1 ding vragen. Ze denkt naast de zicht dat ze hun brieven beantwoorden. Ja, ja. Dat doet het ongeveer. Ja, ja. En toen zei de man die zat erbij, die zei, oh, hier voor een advocaat. Dus een burgerlijk antwoord, dat wordt van een advocaat, een gestudeerd type, dat kan toch niet? Dan ben je niet serieus genomen. En als je niet serieus bent, ik zeg, heb ik liever uitzetten dan aan. Want ik ga zingen. Ja, ik denk dat de mensen... Ja, maar dat is niet goed, niet goed meer. Ik denk dat de mensen er meer last hebben met 2 keer door, dan ze 1 keer door. Maar bij vrouw niet hangen met 2 keer door. Oké. Heeft u zin? Dat zijn de 3 randvoorwaarden. Het makkelijk. Je moet toespitsen. Er moeten trekkers zijn. We zijn eigenlijk altijd. Er moeten verbinders zijn. Soms zijn het dezelfde mensen als de trekkers overigens. Maar als het nog niet zijn, moet je zorgen dat ze vanuit de winkel komen. Dan moet die mensen serieus nemen. Nou. Er zijn er 3 velden waar je die burgerschap trekt. De eerste heet klassiek beleidsparticipatie. Dat is zeg maar inspraak ter ruimtelijke ordening. Eigen plannen. Dat is heel belangrijk. Want in alle gemeenschappen, dorpen, steden, zee, rijken, waar maakt geen bal uit, tippelen mensen op veiligheid in hun buurt. De inrichting van hun buurt, je moet maar eens een bosje kappen. Alle lokale partijen in Nederland, dat is niet alle, maar de meeste zijn tot stand gekomen dat ze een groot stadhuis wilden bouwen. En dat is lachen. Rotterdam spelen ze met vuur op het overhuur, dat is een Feyenoordstadion. Oké. Want dat verhaal, daar krijg je een lokale partij mee, denk ik, op dat moment. Want het kost verschrikkelijk veel. Mensen, en je te bezuinigen en dan moet je nog zo'n plan maken. Kom op zeg, het leukste, het zinvolste. Mensen tippen dus op inrichting, veiligheid, basisschool. Helaas niet op de VMBO en MBO. Dat is te groot voor ze. En ze tippen op sociale infrastructuur. Voetbalveldjes, de wijkcentra, de dorpshuizen. Ja? In hun buurt. Dus onderschat het niet dat die inspraak en beleidsparticipatie heel belangrijk zijn. Maar hoeveel mensen hier hebben wel eens aan inspraak gedaan? Stikken ze anders op. Even hoger. Even. Hoeveel vonden de bevredigende ervaring? Ik dank u. Nee, dat is het. Ik vraag het vaak, omdat dit het weer was in het gebied van Harden Nulmenhof. Ik had het in de gracht, maar ook de geestelijkste was overigens in Amsterdam Zuidoost. Daar gingen dus van 130 man, gingen 65 handen erboven ongeveer. En ik zeg, vredig en fijn, bleef 1 man erboven, groot gelach. Ik zeg, hoezo, stadsdeelwethouder zeg. Kleine dorpen soms beter, kleine dorpen, het is dichterbij. Maar normaal gesproken, die beleidsparticipatie, de inspraak is moe. Het plat op in de trucendoos wel gehad, je mag altijd stickertjes plakken, gele stickertjes altijd op de muur plakken. Maar dat weet ook. En dat is moe. Maar het is wel belangrijk, dus de ene kant. De tweede kant van burgerbetrokkenheid is maatschappelijke participatie, zeg WMO-achtige dingen. Dus dat ben je thuiszorg, maatschappelijke zorg. En daar wordt hevig door het beleid op gericht, al jarenlang. De WMO, de wetmaatschappelijke ondersteuning, staat het eerste prestatieveld, is sociale cohesie. De meeste, te veel gemeenten, ik weet niet of de meeste zijn, uitgelegd als de buurtbarbecue, om het zo maar eens uit te leggen. Wat heel griezelig is, want dat is precies verkeerd. Als geïsoleerde mensen die kwetsbaar zijn, bereik je niet weer buurtbarbecue. We hebben net met een mevrouw die 10 jaar gelegen heeft, hebben we dat gezien, maar ging niet naar buurtbarbecue. En dus geïsoleerde mensen moet je veel gerichter bereiken. En dus het beleid in een groot aantal gemeenten op dat gebied is fout, maar dat staat nog in de wet ook fout. Een aantal gemeenten wijkt af van de wet en doet het verstandig. Maar die maatschappelijke participatie is dus, dan mag je meedoen, of zeg, dan moet je misschien wel tussen aanhalingstekens, want je kan niet gewoon worden, je mag meedoen. En dat wordt een groot accent. Maar het derde veld is wel grappig, dat is maatschappelijk initiatief. En dat overlapt een beetje met die 2 eerste velden. Je hebt beleidsparticipatie hier, maatschappelijke participatie daar, en dan zit natuurlijk maatschappelijk initiatief. Daar zit die pingpongclub voor ons ook in. Prima, niemand last van. Maar als er overlap komt met een gebied waar je overheid plannen heeft, het beleid, beleidsparticipatie, of overlap komt met dat maatschappelijke participatie met die WMO of de jeugdzorg, wat het maar is, dan wordt het spannend. Want nou ga jij een plan maken wat afwijkt, misschien, van het plan dat die overheid mee zit. En als ze dat dus serieus nemen, waar Mark Rutte er ook over gehad, heeft dat rapport van ons ook in ontvangst genomen. Het uitgebreid over gehad. Pas op, als je het serieus neemt, dan moet je dus ruimte gaan maken door een stuk ruimte te creëren op het gebied waar jij altijd beheerst, of die beleidsparticipatie, of die maatschappelijke participatie, dat het maatschappelijk initiatief dat mag invullen. En dat jij dus
in zekere zin ze uitnodigt, daar inzuigt. Man, dat is misschien heel mooi. Maar laat je de ruimte niet, dan gaat het niks. Nou, dan is het grappige, en dat was voor mij eigenlijk een verrassing. Dat is weer zo'n linksrit, ik zet hem op het spoor. Jos van der Lans. Daar praat ik een keer mee, we delen wat samen. En Jos die zegt, ik ga praten met buurtzorg, bij de buurtzorg. En vandaag doen we een hele serie dingen. Buurtzorg kent u misschien, dat is dus het klassieke kruiswerk, thuiszorg. En die hebben een recept. Hetzelfde soort recept zie je ook ontstaan bij veiligheid, dus buurtpreventie. Zie je op scholen ontstaan. Dat is eigenlijk een soort eenvoudig recept. Dat zegt, je moet altijd beginnen met de burger of de groep burgers die nodig hebben. Op een of andere manier. Die moet je kijken wat zij aanbieden, wat hun behoeften, wat hun kwaliteiten. Want met thuiszorg bijvoorbeeld moet je kijken naar het individu, die zorg behoeft, maar ook het netwerk eromheen. En dan ga je dat in kaart brengen, zo goed mogelijk, ook dat netwerkje. En dan ga je proberen dat netwerkje met die persoon sterker te maken. Soms is het maar één persoon die iemand nodig heeft, ik heb maar geen netwerkje nodig. Kijk eens steun ook. Soms is het veel ingewikkelder, omdat het netwerkje het ook doet. Dan heet dat mantelzorg of dat heet iets anders, kan niet schelen hoe het heet. En dan ga je dat sterker maken. Dat sterk maken komt eigenlijk op neer dat ik ga moeten gaten vullen met professionals, wat ingewikkeld is. Er zitten allemaal hier, als gisteren ergens met de wethoudersvereniging praat, dat ze weer over die billenvegen van je buurvrouw. Nee, dat wordt niet gevraagd. Dat, als je dat kan, dan doe je dat. Als dat prettig is, dan doe je het niet. En dat is ook de professional. Dus die moet die gaten vullen en die andere dingen ook, die moeten daarin. Het tweede is, ze moeten zorgen, daar gaat die verbindingsrol, ze moeten zorgen dat die verbinding is met de tweede en derde. Want als jij vastloopt in een klein geïsoleerd netwerk, dat die verbinding is naar die mensen die misschien kunnen op zijn wooncorporatie, weet ik wat, in een gemeente, maar misschien wat zorginstelling kan niet schrijven. Ja? En de derde, ze moeten in de gaten houden dat zo'n netwerkje, die persoon niet door zijn stutten heen gaat. Iemand van 85 die dementeert, dat wordt niet beter. Maar die heb je zo graag mogelijk, dat je zo lang mogelijk in die omgeving met zijn netwerkje, dus het kan blijven, gaat het niet meer omdat het netwerk overbelast wordt of die persoon niet meer aan kan, dan moet je zorgen dat het alsnog in het tribunaal gaat. Maar in principe zo laat mogelijk, maar dan op tijd. En dat moet dat professionele netwerk moet dat bewaren dat dat gebeurt. En als je die formule toepast, en dat is wel grappig, ik heb nou inmiddels een hele collectie beginnen te krijgen van de voorbeelden. Met buurtzorg bijvoorbeeld, die met deze formule, is die 60% goedkoper, nagevraagd, in de richting dit kan niet, die hebben dat nagekeken, dan de andere aanbieders, 60%. En ze hebben de hoogste klanttevredenheid en de hoogste medewerkers. Ze hebben de tweede werkgever van Nederland, van het vakken. Dan doe jij iets goed of de rest doet iets fout. Maar dat is wel veel. Nou, ik praatte met een wethouder, die deed ouderenzorg, bij de gemeente, nou, ja, 30.000 huizen in Noord-Holland. Die zeggen, ja, we kunnen die ouderenzorg 50% goedkoper doen. Door met die luid te kijken wat ze echt nodig hebben. Want ze moeten allemaal een rollator hebben op die leeftijd. Dat zijn allemaal dingen die je bijna verplicht bent te nemen dan. Maar die willen dat vaak helemaal niet. En als je gaat kijken wat ze wel willen, en je gaat toespitsen, dan kom je op hele andere samenstellingen van het aanbod terecht. Want het netwerk kan, en ze hebben zelf al een behoefte aan andere kwaliteit. En ze zeggen, ik ga het 50% verkopen. En ze zijn heel enthousiast van doen. En dan wordt het pand. Want nou zit er iets toe waar je ook in kunt geloven, ook als vrijwilliger. Dat is precies wat ik altijd daar doe. Want ik zit iets te doen wat echt zinvol is in plaats van domme dingen te doen die in het handboek soldaat staan. Dat geldt zelfs voor een wijkagent ook. Want die voortijdwerk is precies dat. Als ze die ruimte mogen benutten, dan worden ze uitgedaagd professional te zijn. Wat ze graag willen zijn, niet de natuurlijk. Als je toch aan het werk bent, dan doe je het graag zo goed mogelijk, de meeste mensen. Nou, dus als dat nou de formule is, en die zie je ontstaan, dan wordt het van natuurlijk. Want dat kan op iets gebeuren. Maar dan moet je wel wat andere dingen doen. Daar zit eigenlijk in. Met het gezegd tegen ons uitdagingen voorleggen. Het is niet zo makkelijk dit. En we moeten Marius maar wat uitdagen. Dan hoef je niet alle vragen zelf te beantwoorden. Ik heb hun voorleggen. Wij zijn verstandig mensen inmiddels. Ja, vroeger was het. We hebben jarenlang als opvoeding gewerkt. Mocht van kosten maken. Ja, mocht van kosten. Ja. Daar heb je de Tweede Kamer ook. Ja. Er zit één vraag in, die is wel belangrijk. Die krijg je altijd als je over bent hoe dit doet, democratie en dat. Participatiesamenlevingen, de een kan het wel, de ander kan het niet. Dus er ontstaat een vorm van ongelijkheid. Dat is zo. Die is overigens altijd zo geweest. Bij inspraak is die ook altijd zo geweest. Sommige mensen kunnen het niet, hebben geen belangstelling. Dus het is altijd ongelijk. Mensen gaan niet stemmen en het is ook ongelijk. Maar hier ontstaat een vorm van ongelijkheid. En de vraag is, alleen Marius was over nadenken, en dan kun je misschien ook meedenken, kan je die ongelijkheid bestrijden met een ongelijke behandeling?
ik denk dat dat eigenlijk het antwoord moet worden zo'n beetje. Als je nou gaat voortrekken, die eigenlijk het niet kunnen, dan compenseer je dat. Dus als je het goed in kaart brengt, dan denk ik, die kan het wel. En waarom zal ik hem helpen? Want ook, die kan ik dus ongelijk behandelen. Ik doe geen bal voor iemand die het wel kan. Of zo, mogelijk. Alleen is het strikt nodig. Als iemand het niet kan, moet ik erbij zijn. Dus ik betekent dat ik dus niet een senior moet opdringen. Je moet een rollator, heb ik zeg maar flauw, dat begrijp je een beetje karikatuur. Je moet dit en dit, want wat is er eenmaal met dit pakket? Nee, laten we eens kijken wat je echt wil hebben. En als je niks nodig hebt, dat is het mooiste wat er is. Maar als je wel wil hebben, dan moeten we gaan kijken of hoe we dat kunnen gaan regelen. Dan wordt het een spannende maatschappij. Dus zou je dat eigenlijk die ongelijkheid, vervalt die? Nee, vervalt die niet. Maar kan je die in toom houden, beperken en zelfs positief draaien, als je genoeg van die professionals hebt en die externe verbinders. Je moet die verbinders hebben dat je wel weet wat er gebeurt. Dat je dus, dat je wel die signalen kan oppakken. Dat de groep niet zich verhardt, zodat je het niet meer kan bereiken, dat het te laat is. Dat die ADO-fans elke keer het stadion uitgemikt werden. De rest is dat voor de stadion gezogen. Nou. Dus nog een keer wat, een tijdje terug. En die treden zo hard op tegen de supporters. Als je er niet aan de spel hebt, dat is alles. Dan worden ze dus keihard. Nou, dat is heel grappig. 28 man stadionverbod, omdat ze hadden gezongen voor de moeder van de scheidsrechter. De wedstrijd tegen PSV een paar keer tijd. Ze maken 100 foto's per wedstrijd van elke supporter. Elke van de kerngroep. 100 foto's per wedstrijd. Ze kennen het allemaal, met name de man. Fantastisch, ongelooflijk. Is dat goed? Is dat fout? Interessant. Dus ongelijkheid, dat is de eerste. Het tweede. Hoe kan ik, als ik dit wil doen, dan is de grootste bedreiging, denk ik, maar dat is een paar jaar anders te krijgen. De grootste bedreiging voor die doedemocratie, waar mensen zelf doen of participatie zijn, die betekent helemaal woord, je kan een klap geven, waar we meer zelf doen, die maatschappelijk initiatief, is dat middenveld en de top. Zowel van de maatschappelijke organisaties als van de politiek als van de ambtelijke organisaties. En dan wordt ook bij het overleg dat het middenveld voert. Dat heeft in feite zijn tijd gehad. En waarom? Daar zitten enorme aantallen mensen en die bedenken dingen. Ik heb in scholen gewerkt. Ik heb in scholen gewerkt en er bestaat iets dat heet het COLO. Heeft u dat zo goed? Het COLO is, ik weet niet wat betekent, maar dat geeft 110 miljoen uit per jaar. En die bedenken welke opleiding je nodig hebt. De ROC's, bedrijfsleven en scholenzaak. En die, weet u hoeveel opleidingen er zijn op de ROC's? Ja. 6 tot 800, ze weten het niet precies. 6 tot 800. En dan vragen we in deze samenleving om flexibiliteit. Dan krijg je een diploma met zo'n lange titel. En als je 6 tot 8 hebt, dan moet je wel heel veel dingen erachter zetten om het te kunnen differentiëren. En dan moet je flexibel zijn. Ik heb altijd het gevoel dat niet logisch is als ik het zo heb. Dat is allemaal ergens terug. Zo heb je een hele stapel dingen. Waar zit dat middenveld en ook dat middenkader en dat topkader over? Dus er wordt altijd dat middenkader gekeken, omdat je heel veel de neiging hebt en die top gaat, geeft alle schuld aan de leemlaag in het midden. De top moet ook over zichzelf heel vaak aan deze dingen. Waar hebben die daar problemen mee? Bovenaan, in elke organisatie, is de mensen nu carrière gemaakt om deskundig te zijn. En die ga je nou zeggen, nou moet je ruimte laten. En ze kunnen het altijd beter. Dat is ook zo. Ja, want dat is hun vak. Dus als er stelletje burgers komen, ja, maar dat ken je van je eigen kinderen. Kijk, dat huiswerk van die kinderen kan je veel beter zelf doen. Ja, hoge cijfer, eerder klaar. Iedereen tevreden, toch? Maar het wordt nooit wat als ze 25 zijn en je zegt, kom maar met papi, gaan we de straat oversteken. Dat wordt niks. En dat geldt met die burgers ook. Dus die deskundigen die zitten daar, en die hebben de neiging om het over te nemen van die vrijwilligers. Of van die amateurs die minder opgeleid zijn, minder ervaring hebben. En als mensen het overnemen, dan kun je inderdaad beter, hou je op het nadenken. Dat is helemaal eenvoudig gegeven. Dat denk ik niet meer, want dan is het toch hopeloos. Ja, dus die carrière hebben zij gemaakt. Twee, ze worden afgerekend door de media en de politiek. Op hun scoren hoe zij dat doen. Als ze fouten maken, dan sta je aan het lot. Dus je kan best alle touwen in handen houden. Dan heb je de beste controle. Behalve als je zo vreemd veel touwen hebt, dat je niet meer weet welke touw je moet trekken op een bepaald moment. Dat is wel lastig. Maar goed, dat is toch de legging. Ze hebben ook, zeker in de politiek, maar ook in het bestuur, een scoringsdrift. Je wil toch iets laten zien. Je zit er niet voor niks. Dus je gaat er wel wat komen. Een maand of wat moeten er wel prestaties liggen. Je bent niet langer dan een jaar, anderhalf jaar zeggen, nou ja, het komt. Dan heb ik het in het kabinet toen geleerd van Jan de Koning. Iedereen wilde dat ik onmiddellijk interviews kwam van buiten. Ik voel me ontzettend ongemakkelijk. Ik zei tegen Jan de Koning, hele wijze, verstandige, ervaren minister was dat. Ja, punt. Nee, dat zijn we niet doen.
Ik zeg, hoezo? Dat was precies wat ik bedoel. Hij zegt, nou weet je, de eerste 6 maanden begreep je de vraag niet, dus kun je ook het antwoord. Dat is wel een typisch van de koning. Jan die zegt, achteraan zei het zo ongevraagd. Hij zei, ja weet je, en na 1,5 jaar moet je wel beleid hebben uitgestippeld, want ze hebben niet genoeg tijd meer om het uit te voeren. Ik weet je wat, ik neem natuurlijk 2 allebei, daar heb ik genoeg tijd over. Maar dat is wel waar. Dus die scoringsdrift, die wordt je zenuwachtig van en iedereen drukt op je. En, om het heel simpel te zijn, als je zegt ik moet ruimte aan de frontlijn laten, dan moet je een heel hoop middenkader top weghalen, want die zit in de weg, die moet je doen. Dat betekent dat de banen gaat kosten. We waren bij buurtzorg. Toen ik er was, hadden ze 4400 mannen, die hadden 24 man over. En dan is het bij een willekeurige organisatie. Ja. Omdat ze zo enorm op die teams richten met hun eigen verantwoordelijkheid. Nou, als je dat wil, bij de politie bijvoorbeeld, dat je veel meer in wijkteams gaat zetten, in het onderwijs, dat je lerarenteams gaat lesgeven, dan gaat er een hele hoop van het overleg gaat eraf. Maar dat is heel bedreigend, als jij daar zit. En je doet goed werk en je bent deskundig en politiek. Dus dat is vreselijk moeilijk. Dus moet maar eens zeggen hoe dat moet gebeuren. Ik denk dat je een regel moet gaan instellen van bijvoorbeeld voor die grote maatschappelijke instelling maximaal 20% overleg. En dan neem ik 3-5 jaar voor, dat is veel. Is dat idioot? Nee, dat doen we met de NGO's ook al. Als je bij die dat keur wil krijgen van wat heet dat ding? CVF, nou precies dat keur, CVF, dan moet je machtig of 18% overheid hebben. Dat is niet gek. Maar dat kan dus kennelijk, dat is kennelijk geaccepteerd voor NGO's. Nou, pas ook voor maatschappelijke instellingen, toch? Dan neem je een paar jaar voor, maar dan moeten ze gaan reorganiseren. Anders gaat het heel grof. Je hebt het Philadelphia gezien, de thuiszorg. Ja, dat gaat heel grof. Dat is een hele. En is dat verstandig gedaan? Maar de laatste vraag, voorzitter. Dat is echt de uitdaging. Hoe ga je dat doen? Stel je voor dat je bent nou eens een keertje, maar je hebt ook in Haag gezeten. Ik ook. Ja, maar ook. Dan moet je beleid gaan maken. Hoe zou je het doen? Dat is toch een interessante vraag. Toen wij milieubeleid deden, en Marius daar echt kritisch over was, toen hebben we eigenlijk een methode gevolgd van achteraf hoor, want op dat moment was het niet zo doordacht, maar toch wel een beetje. Je moet een verhaal vertellen waar je zegt ik geloof. Dus Mark Rutte vertelt een verhaal over participatie samen, meer vreselijke potkrijgen met echt woorden, concrete voorbeelden erbij uit de praktijk. Dat verhaal vertel je, in elke zaal zitten dan 100 mensen, even voor het gemak, en 15 van die 100 is tegen. In elke zaal zijn ze altijd 15 van de 100 tegen, dat is altijd. Daar moet je niets van aantrekken. Niets. En ook niet proberen ze te overtuigen. Het gaat toch niet. Het enige vervelende is als ze voor de wielen komen, maar dan moet je doorrijden, dat is jammer. Het is grof, maar je kan niet wachten, dat is te veel energie. Dan zit 70 van die 100 zitten in die zaal, en zegt dat is een goed verhaal. Ik kom s'avonds thuis van een goed verhaal. Goed, je wist niet zo'n verhaal. Vond ik wel een aardig verhaal. Dan ging het over, vertel het je morgen dan. Maar morgen heb je druk. En de volgende keer kom je ze weer terug. Die eerste groep, die is tegen. Die is trippelend tegen. Die tweede groep, dat is veel erger. Die is trippelend mee. En die is trippelend. Dus in elke vergadering waar je komt, zegt hij, dat is uitstekend. En de volgende keer is het uitstekend. Dan is het toch geen bal. Moet je ook niks aan. Ook geen energie op verspillen, want het zuigt geen energie. Je verhaal vertellen, wat is nog 15 van de 100 zitten in de zaal. En die zeggen, nou weet je wat je zei precies, man. Die denken het ook, zo moet het ongeveer zijn, teken mij maar in. Maar die weten veel meer van hun geval, zoals jullie eigen situatie met 2006 ook veel meer weten dan een deskundige op afstand. En die gaan dat inkleuren in hun omstandigheden, naar de proeftekwaliteit van de mensen waar zij mee werken. Dat geldt ook voor die frontlijn. Zo'n wijkagent of zo'n ADO-agent, die weet veel meer van het ADO-publiek dan het hoofdkantoor of iemand in de tweede kamer. En die kleuren dat in. En dan hoor je die verhalen. Die zijn al 7 keer rondgegaan. En dan krijg je dat verhaal terug. En dan zeggen ze, wat heb jij toen bedacht? Het is zo'n leuk verhaal geworden. En dan gaat het verhaal leven. Omdat mensen in de praktijk het inkleuren en het leven. En dan zegt die 70, die ook nog in de zaal had, die zegt, nee, wat gaat dat doen? Ja, dat heb ik gezegd. Nou, ik wil ook, dat zeg half geld. Voor jou heeft niet zoveel te doen. Want nou weten we het. Dus je moet altijd sterk maken, verhaal vertellen, dan sterk maken de eerste 50%. Zullen die gaan lopen en dan zegt de rest, werk, ze nemen het serieus, zo gaan we. Hebt u het? Nou, jij maar zegt straks op jij het eens bent, goeie eens. 1 advies mag je nog geven. Nou, 1 advies. 1, dat punt. Ja, wat jij zou doen als je daar zou zitten. Als het meer zijn, dan weet je toch dat ze het graag niet kunnen verstaan. Oké, dankjewel.